U kijkt naar De Muze, het kunst- en cultuurprogramma van Nijmegen 1. Vanavond een speciale uitzending. Louis Andriessen is Nederlands belangrijkste levende componist van hedendaagse gecomponeerde muziek. Dit jaar wordt hij 70. Dat zal nationaal en internationaal gevierd worden met grote concerten van zijn werk. In zijn oeuvre neemt het medio jaren 70 gecomponeerde stuk De Staat een sleutelrol in. Andriessen gebruikte daarbij teksten van de klassieke Griekse filosoof Plato, die uitdrukken dat muziek, en dan vooral bepaalde samenklanken, gevaarlijk kunnen zijn voor maatschappelijke stabiliteit. Hoewel de componist het inhoudelijk nergens met de wijsgeer eens is, kon hij zo toch uitdrukking geven aan zijn teleurstelling dat muziek de samenleving niet kan veranderen. Waar het stuk wel toe leidde, zo'n 25 jaar later, is dat een Nijmeegse popgroep zich naar deze Andriessen compositie noemde. En die nog jonge band maakt als een komeet furoren in de Nederlandse popmuziek. Met Pinksteren staan ze zelfs op Pinkpop. De Muze besloot om Thor Florim, de frontman en componist van al het werk van De Staat, in contact te brengen met de immer in popmuziek geïnteresseerde Louis Andriessen. Op een druilerige maandag in maart reisden we met Thor af naar Amsterdam, waar Andriessen aan de Keizergracht een prachtig pand bewoont. De Muze presenteert een exclusieve ontmoeting tussen twee muzici die bijna een halve eeuw van elkaar verschillen. Als ik eerlijk ben, was het in eerste instantie voornamelijk gewoon vanwege de naam. Die sprak mij heel erg aan. Ik zat toen in de klas. Ik zat toen op de Hogeschool van de Kunsten. Een leraar van mij die kwam, die laat elke week liet hij een stuk horen van wat hem interessant leek om te behandelen of te laten horen in ieder geval. En hij kwam toen een week met een stuk van Louis Andriessen, De Staat. En toen hij dat zei, toen begon mij gelijk een belletje te rinkelen. Ik was toen eigenlijk al op zoek naar de perfecte bandnaam, zeg maar. En toen zette hij het ook nog het stuk aan. En onder dat stuk zat ik gewoon de staat zo in mijn schrift te schrijven. Dat weet ik nog wel. Volgens mij heb ik het schrift ook nog ergens. Er staat gewoon echt allemaal pagina's vol met de staat, hoe je dat mooi op kan schrijven. En toen onder dat stuk zat ik wel dacht van, dit kan wel erg goed kloppen bij wat ik wil. Want wat hoorde je dan? Wat sprak je daar zo in aan? In de muziek? Ja. Een beetje het onvoorspelbare voornamelijk. Ik merk zelf wel dat ik muziek eigenlijk alleen mooi vind als ik iets hoor wat ik niet had verwacht. Dat werkt volgens mij bij veel mensen zo, maar als je eenmaal heel veel soorten muziek hebt gehoord, dan wordt die lat denk ik hoger en dan ga je op zoek naar muziek die je nog... Die nog onvoorspelbaarder is. En dit is wel echt... Het was voor mij wel behoorlijk onvoorspelbaar. De akkoorden, om het maar zo te noemen. En de samenhang van het stuk, de vorm überhaupt. Toen je dus het stuk hoorde, toen die docent het stuk draaide in jullie klas, voelde je toen meteen een soort muzikale verwantschap? Dat weet ik eigenlijk niet meer precies. Ik weet wel dat ik het een mooi stuk vond. Verwantschap is een groot woord, weet je wel. Daar heb ik ook wel bij andere stukken van. Dat er gewoon bepaalde momenten in zitten dat je denkt van, Jezus, en dan duurt het ook net iets te lang, weet je wel. Waardoor je denkt van, dat is tof. Ja. Dan moet je het doen, weet je wel. Je hebt ook veel stukken van componisten waarbij het even zo, bam! Maar dat is niet genoeg, vind ik dan. Dan is het even zo van, gelukkig, nu kunnen we weer door naar...
het gemoedelijke. Maar hier is het gewoon even keihard, gewoon, gewoon echt lang. Ja. Ja, dat vind ik dan wel tof. Bij mij is het componeren en het produceren is één ding. Als ik muziek aan het opnemen ben, ben ik tegelijkertijd aan het schrijven, want ik speel iets in. En de sound van wat ik inspeel is wezenlijk voor de compositie, zeg maar. Dus het is niet... Het gaat niet om de noten, maar het gaat veel meer om de sound die je neerzet. En ja, gaandeweg als ik iets aan het opnemen ben, komen er nieuwe ideeën bij en dan neem ik er nieuwe dingen bij op. Dus het produceren en het componeren is dus echt samen. Het is niet los van elkaar te zien, bij mij in ieder geval. En misschien is dat bij Louis Andriessen wel zo. Dat hij, ik weet niet of hij alleen maar zeg maar in notenschrift schrijft. Of dat hij ook met andere dingen, elektronische dingen bezig is, dat weet ik niet. Wat dat betreft is er wel echt een verschil, denk ik. Wat verwacht je? Wat hoop je? Wat vind je leuk om met hem eventueel te bespreken? Ik weet niet. Ik vind het interessant om te kijken hoeveel wij nou eigenlijk verschillen. En, ik maak natuurlijk totaal andere muziek. En wat ik doe is dan popmuziek, zo wordt het dan genoemd. En, dus dan wordt dan popmuziek genoemd. En wat hij doet, wordt dan moderne. Ja, hoe noem je het? Moderne. Ja. Moderne gecomponeerde muziek. En ik ben benieuwd of er nou echt een groot verschil, zeg maar, echt aan de basis nou een groot verschil is tussen wat wij doen. Waarschijnlijk wel, maar misschien ook niet. Ik ben benieuwd wat daaruit komt. Maar ja, ik weet het gewoon niet. Ik ben benieuwd gewoon waar het gesprek naartoe gaat. Ik zie wel.
argumenten voor de keuze van de titel. Want ik geloof dat het in eerste instantie, behalve dat het stuk heeft wel een zekere impact, dat wil ik niet ontkennen. Maar het is natuurlijk op zichzelf een hele goede naam voor een band, denk ik. En dat is ook behoorlijk stevig, staat die naam die staat behoorlijk stevig overeind. Dus wat dat betreft vind ik het sowieso al had het hele stuk niet gemaakt, nogal een hele goede naam voor een band in ieder geval. Bestaan. Ja. Nou ja, bedankt. Zonder jouw stuk was ik niet opgekomen. Dus. Nou ja, als het stuk zijn bijdrage gaat leveren tot wat voor vormen van kabaal en rommel, dan juich ik dat natuurlijk toe. Ja. Het is wel zo dat je hebt gelijk dat het geluid van het stuk is in eerste instantie blazen en ook zullen we even brullen. En dat blazen, dat wordt gedaan door zowel wat hout, maar ook voornamelijk koperblazers en nogal veel ook. En dan is er nog een soort groepje van harpen en snaren, gitaar en harpen en piano's. En geen slagwerk, dat is heel erg aardig. Want dat vind ik een van de goede dingen aan het stuk, dat het dat op een of andere manier ontwijkt. Met eigenlijk voornamelijk ook wel over een soort beuken gaat natuurlijk. En dat geluid van dat stuk, dat heeft wel degelijk te maken met een soort straatorkest, politiek straatorkest, wat ik had geformeerd in de begin jaren 70. Dat heette Volharding. En dat was voornamelijk ook saxofoons, trompetten en trombones. En dat is zelf een beetje armoeig op de piano dan erbij, want daar kon je meestal niks van horen als die jongens allemaal tegelijkertijd speelden. Dus het is waar dat ik heb ook wel eens gezegd toen, in dat stuk staan alle dingen die ik eigenlijk wel met de Volharding wou doen, maar waar de Volharding, waar ik nog meer instrumenten voor nodig had. Het is eigenlijk dus wat dat betreft een soort uitgebreide, super turbo Volhardingstuk. Toch in het feit dat voor Louis, in ieder geval toen hij het stuk De Staat schreef, en hij zegt ook, dat geldt nog steeds voor het werk wat hij nu schrijft, dat er voor hem een link is tussen maatschappelijke omstandigheden, maatschappelijke zaken. Is dat iets waar jij met jouw band in kunt herkennen? Jawel. Ik merk gewoon dat dingen die ik interessant vind of die mij bezighouden, zijn vaak toch maatschappij gericht of zo. En daar schrijf ik dan automatisch over teksten. Maar dat komt ook een beetje omdat ik schrijf vaak eerst de muziek. En daarna moet er een tekst komen. En de muziek leent zich meestal niet voor verhalen over liefde. Weet je wel, de clichés. Het heeft meestal een soort van stoeheid in zich. En vaak gaan teksten met kritiek daar heel erg goed, gaan heel goed mee samen. Dus. Ja, de muziek leent zich er ook goed voor. Ik denk als ik hele rustige muziek zou maken, weet je wel, met hele rustige, rijke klanken, dan kom je niet zo snel op You'll Be The Leader of iets, weet je wel. Maar als je gaat dan ga je niet hebben over het protocol in de maatschappij of weet ik veel wat. Dus het gaat heel goed samen. Maar niet zoals Louis dan De Staat heeft gemaakt. Tenminste, begrijp ik nou goed, heb je nou dat stuk geschreven met het idee van ik ga proberen met dit stuk politiek, niet omver te gooien, maar even wat op te raken als het ware. Dat het idee of is het meer... Het valt mij op, wat ik heel erg herken in wat je zegt, is dat eigenlijk, en daardoor, dat komt omdat wij muzikanten zijn, hè, natuurlijk geen politici, maar dat eigenlijk je een soort geluid in je hoofd hebt en daar teksten bij gaat zoeken. Jij maakt ze zelf, dat is nog het mooiste wat je eigenlijk kan bereiken. Dat doe ik in sommige gevallen ook, maar ik verzamel ze in ieder geval wel zelf. En dat was bij De Staat in feite ook zo. Dat ik voelde een soort van ingewikkelde woede over een heleboel dingen. Maar ik wou wel een bepaald soort heel woedend groot stuk maken. Want als een muur over de mensen zou heen vallen, dat was ook een beeld. En daar heb ik voor allerlei rare boeken inderdaad en krantartikelen nog dingen bewaard en zo. En kwam uiteindelijk terecht bij die strenge Plato.
Want daar had ik ook eigenlijk nooit iets van gelezen. En toen dacht ik, nou, eens kijken wat hij over muziek zegt. Ik wist wel dat hij daar dingen over zei. En toen dacht ik, wat had hij man allemaal in zijn hoofd? En toen werd ik weer heel kwaad op hem ook. Dus dat was eigenlijk een ideale situatie. Maar inderdaad, precies zoals hij zegt, gaat het in eerste instantie over een muzikaal geluid. Wat je wil. En dat je daar dan een betekenis bij vindt. Nou is het wel zo, Torre, Louis, toen hij het stuk De Staat schreef, dat was dus medio jaren 70, toen waren net de jaren 60 voorbij, waarin dus de tijdgeest van toen verzet en verandering ademde, zal ik maar zeggen. Jij groeit nu op in die jaren, ja, de 21ste eeuw, de eerste jaren van de 21ste eeuw. Hoe geldt dat, denk jij, voor jouw generatie? Ik denk dat er altijd al verandering is. Er is constant verandering in de maatschappij. Dus daar is altijd wel iets over te schrijven. Ja, zoals ik al zei, ik merk dat ik daar wel mee bezig ben op een bepaald niveau. Ik weet niet waarom, maar ik vind het gewoon heel erg interessant. En ja, ik heb niet het idee dat er op een gegeven moment een bepaald punt is waarbij er geen reden meer tot verandering is of zo, weet je wel. Ik weet niet of er in die zin zoveel verschil is tussen die tijd en deze. Alleen de onderwerpen zijn misschien anders. En maar je hoort wel vaak dat die jongeren van nu bijvoorbeeld minder politiek geïnteresseerd zouden zijn. Ik weet niet of dat zo is. Ik denk dat het een beetje in golven gaat. Als het heel goed gaat met een land, dan zal er ongetwijfeld minder reden zijn tot kwaad worden over dingen. Alleen, ik heb wel het gevoel dat er nu bijvoorbeeld wel gewoon echt wel weer... Ja, het is gewoon zo, in die tijd was het volgens mij gewoon zo dat mensen veel sneller de straat op gingen. Maar dat had volgens mij ook gewoon een heel erg sociaal aspect eraan, weet je wel. Dus... Sociaal aspect, je denkt ja, van... Ja, samen protesteren, weet je wel. Toch? Een soort carnaval. Ja, of heb ik het nou mis? Nee, het was natuurlijk ook carnaval, maar dat was er ook leuk aan. Maar wat wel belangrijk was in die tijd, het was de eerste keer dat ons geliefde Amerika wel degelijk geïnvolgd... Het was ook een politieke beweging, dat is absoluut zo. Het was niet alleen maar shitroken en zo, en Jesus freaks. Maar het was ook zo dat mijn generatie zich ontzettend kwaad maakte over die oorlog in Vietnam. Ja. Terecht, overigens. Ja. En dat was, kijk, dat Irak en zo, nu hebben we het al 100 keer gezien, dus nou, daar word je dan ook wel een beetje moe van. Maar dat was de allereerste keer dat het manifest helemaal fout was. Wat onze geliefde Amerika deed. Want we hielden toch van de jazz en van de popmuziek en wat er allemaal, en de films die er vandaan kwamen. En dat was ook een eigenaardig soort spanningsveld, denk ik, waardoor iedereen door die oorlog helemaal in de war raakte. Maar er waren meer dingen op de universiteit aan de hand, en die teach-ins en allemaal, ga zo maar door. Overigens is het nu... In vergelijking met toen, het gaat allemaal anders. Wat mij bijvoorbeeld heel erg opviel, hoe lang geleden, ja, 5-6 geleden, was er de anti-globalisten demonstratie in Genua voor de G8-top of weet ik wat. En daar, dat ging dan niet alleen, maar voornamelijk ook over milieudingen. Maar toch, toen even uitlekte waar die mensen waren, binnen hoeveel lang was het, 2 dagen, waren er 800.000 mensen in Genua. Nou, dat kan alleen met internet natuurlijk. Dat was in onze tijd ondenkbaar. Je had niet zo snelle communicatiemiddelen. Maar mooi dat er 800.000 mensen waren, waarvan nog de helft natuurlijk gearresteerd is geweest in een paar uur. Maar goed, dus wat dat betreft ben ik niet zo ontevreden over de mogelijkheden van het organiseren van grote demonstraties. Louis, je hebt de cd van de band De Staat, Wait for Evolution, gehoord. Wat is jouw reactie? Wat er in eerste instantie me aan opvalt, wat ik heel erg goed vind en wat ik ook vermoed, waar ik me ook thuis in voel en wat ook wel verwant is met De Staat, is wat ik noem ruig.
Het is heel erg opvallend dat wat er, en dat is ook op een hele geconcentreerde en bovendien ook op een volledige manier, is dat zeer gefocust gedaan van het begin tot het eind eigenlijk. De melodieën zijn ruig, de ritmes zijn, het aanpak van de instrumentarium zou te zingen is ruig. En ik weet ook niet precies wat het betekent, maar het is ontzettend, vind ik ontzettend goed. Ja. Maar sound is voor jou ook altijd heel belangrijk geweest, Louis, denk ik. Ja, dat blijkt, in ieder geval introduceer ik dat als onze gemeenschappelijke punt, dat is wat ik dan maar even noem ruig. Dat we dus blijkbaar niet al te verfijnd, piezelig. Dat niet, en ook geen niks van leuk, lieve luisterliedjes en zo. Dat we dus blijkbaar iets doen wat het liefst onze moeder ons niet had willen laten doen. Ja. Ik weet niet of dat voor jou ook geldt, maar... Mijn moeder vindt onze muziek wel leuk. Ja, shit. Maar wat ik me nou altijd afvraag, eigenlijk, want jij schrijft waarschijnlijk muziek gewoon noodschrift, toch? Alles. Want voor mij is, het genot voor mij is van muziek maken, is heel erg dat ik kan werken met die computer en echt die sound zelf kan maken. Jij werkt natuurlijk met het instrumentarium en vanuit die gedachte bouw jij een bepaalde klank op. Weet je wel, de bepaalde instrumenten te combineren en al die dingen. Heb jij nooit de interesse gehad om zeg maar ook aan de slag te gaan met het zelf, met opnemen en een hele mikmak? Ja, dat heb ik zo in de jaren, eind jaren 60, begin jaren 70 heb ik me wel bemoeid met elektronica. En ik ben geloof ik zelfs een van de eerste componisten die zich met computers, random programmering heeft bemoeid. Ja. Dat is weer een heel ander aspect eraan. Wat eerder ik herken in wat je in je vertelt en wat je houding is in hoe je creëert, wat ik wel doe is improviseren. Dus ik zit heel vaak achter de piano, gewoon op die piano te timmeren en te spelen en luisteren wat er, of er niet gewoon uit die fysieke dingen iets komt wat ik kan gebruiken. Dat komt heel veel voor. Dat is, kan je zeggen, heel erg verwant aan dansmuziek in het algemeen natuurlijk. Dat je, zeker als je langere dan 3 minuten sets maakt, dat je dan gewoon door improviseert op een heleboel dingen. Dat herken ik ook heel goed in, daar voel ik me ook in thuis. Dat opschrijven van dingen, dat heeft natuurlijk een paar enorme voordelen. Is dat je over langere afstanden kan werken en dat je bovendien op een hele, meer of minder, dat kan je helemaal nog kiezen ook, ontwikkelde manier, controle hebt over rare ritmes, ingewikkeldere harmonieën of zelfs hoe leg je, kunnen ook hele simpele akkoorden zijn, maar hoe leg ik ze neer? En als ik nou die kant op wil, hoe controle over harmonie, op meerdere mensen tegelijkertijd bepaalde dingen maar verschillende noten laten spelen. Dat is een van mijn grootste liefdes eigenlijk in het componeren. En dat kan alleen maar door het op te schrijven en dan tenzij het op de koude aan de computer. Maar dat is wel oneindig veel leuker als dat daar natuurlijk echte mensen echt staat te spelen. Dan moet het toch wel op zijn minst aardig zijn dat een jonge, nieuwe Nederlandse groep zich noemt naar een stuk van jou. Ja, ik was hartstikke trots natuurlijk. Ja. Ik kan... Louis Andriessen wordt in juni 70. Begin dit jaar componeerde hij speciaal voor het Gelders Ensemble de ereprijs in compositie, Christiaan Andriessens Uitzicht op de Amstel, geheten. Zondag 22 maart jongsleden voerde de ereprijs dit werk uit in de Lindenberg en de muze was erbij. Maar eerst de componist over zijn componeren nu hij een dagje ouder wordt. Je wordt dus nu 70. Vaak zijn er wat, als je op leeftijd komt, dan neemt de reflectie toe. Maar zou je zeggen dat je anders gaat componeren nu? Ik geloof dat ik eigenlijk geprobeerd heb, zolang ik als ik het doe, om iets te doen en dan daarna weer iets anders te gaan doen.
Dat wil zeggen, proberen niet problemen op te lossen. Dat is voor mij te hoog gegrepen. Maar wel problemen te stellen, tenminste. En dan, ja, nou, dan is het dat geworden. En dan leer je er altijd wel weer iets van, waardoor je het dan toch weer een beetje anders gaat doen. Maar de onderwerpen en ook de muzikale technieken, of de verwijzingen naar wat voor soort technieken, enfin, noem die dingen maar op. Dat is wel iets wat volgens mij altijd deels veranderd is en deels zich geëmancipeerd heeft. En daarbij is het denk ik voor de luisteraar het meest opvallende, al sinds La Passione misschien daarvoor wel, misschien het laatste acte van de Vermeer, dat ik eindelijk met de grootste voorzichtigheid mijn tenen in het warme water van de 19e eeuw zet. En in Vermeer ook nog wel, maar toch wel in La Commedia, maar in La Passione is het al wat duidelijker. Dat ook de teksten die ik gebruik zijn ouder, die gaan terug, nou, zeg maar 1930 en dan weer meer terug nog. En de muziek waar ik naar verwijs, er zijn wel duidelijk meer en meer, wat ik dan noem verwijzingen, naar 19e eeuwse romantische muziek. Wat dat vinden dan de mensen. Ik zeg dat dan, Franse laatromantiek noem ik dat dan heel technisch natuurlijk. Maar dat is, er is ook voor mij een groot verschil tussen vroege Schoenberg en late Duparc, om maar eens iets te zeggen. Dat klinkt dan wel een beetje technisch, maar het is wel zo dat ik door mijn opvoeding van nature Frans georiënteerd ben. En dat ga je dan ook nu, met name de Franse laatromantiek, die voor mijn vader heel belangrijk was, Frank voor hem dan, in La Commedia, met name de vierde acte, had ik zonder die jeugd niet kunnen schrijven. Maar ook niet eerder, dan moest ik toch wel 60 blijkbaar voor worden. Je vader blijft in die zin toch ook nog altijd aanwezig in je muziek? Dat wil zeggen, dat is nogal logisch dat hij er altijd is, want het is je eigen vader natuurlijk. Iedereen leeft wel vaak in onmin, maar leeft wel met zijn vader of zijn moeder. En dus dat is op zichzelf niet zo heel gek. Het is wel belangrijk dat je inziet dat wat hij deed, dat er nu weer andere dingen zijn die hij deed, waar ik nu op teruggrijp en die ik gebruik op een heel andere manier dan ik dat zou gedaan hebben toen ik 25 was. Dat weet ik zeker. En ik deed toen ik 30 was dingen die hij niet zo gauw gedaan zou hebben, ook natuurlijk. Want even voor de duidelijkheid, je vader, Henrik Andriessen, was ook componist en Frans georiënteerd. En vond eigenlijk van de andere grotere stroming, de Duitse richting, van ja, ze graven wel diep, maar ze vinden niks. Hij was van oudsher anti-Duits. Hij was niet anti-Duits na de Tweede Wereldoorlog. Hij was al anti-Duits voor de Eerste Wereldoorlog. Dus dat begint bij Nietzsche. Dat is dan een van de weinige Duitsers die hij las. Want dat was een Duitser die niet van Duits hield. Die ging ook in Italië wonen. Enfin, Beethoven was eigenlijk een Vlaming, zoals je weet. Enfin, hij had allerlei interessante smoes om toch een beetje op die Duitse romantiek heen te waaien. Waar ik hem overigens volledig gelijk in geef. Ja. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk vanaf Schubert verlies ik mijn interesse en kom weer terug bij de Russen. En de Russen, Rusland en Frankrijk had toen heel veel contact in, vanaf 1880 zo en zeg maar wat. En daar ontstaat dan Stravinsky, die ik beschouw als de enige voorbeeld voor hoe de 20e eeuw en hopelijk de 21e eeuw zich dient te gedragen. En in het gesprek met de staat, onze popgroep, blijkt dan toch ook dat de manier waarop Stravinsky de volksmuziek gebruikt is waarschijnlijk toch wel veel interessanter dan de manier waarop Mahler en Schoenberg dat deden. Dus ik denk toch dat het daar het werkelijk inzicht in wat de betekenis van de muziek van het volk is, kan je eerder daar vinden dan in Duitsland. Thank you.
Oké, Louis, dan feliciteer ik je vast met je 70ste verjaardag en dank je hartelijk voor dit gesprek. Dankjewel voor de felicitatie. Dat was het voor vanavond. U zag fragmenten uit een uitvoering van De Staat uit 1978, geregistreerd door Hans Hulscher. Deze aflevering van De Muze werd gemaakt door Mirk Vermeulen, Thijs van Leur en Bas Andriessen, geen familie. We zijn er weer op vrijdag 10 april. We hopen dat u dan opnieuw kijkt.